Ik beloof het plechtig en oprecht voor die Almachtige om met mijn hele hart, mijn hele verstand en met mijn hele wezen te dienen. Mijn God, mijn volk, mijn vaderland. Daarom roep ik dit uit, wanneer ik storm, volg mij. Wanneer ik val, wreek mij. Wanneer ik omdraai, schiet mij. Volksmythologie van die Osawa brandwag het die slag van Majuba die belangrijkste plek ingeneem en zou dit ook als feestdag herdenk word. Uit de oorwinning wat die boeren in die eerste vrijheidsoorlog in die Britse Rijk behaal het, is nou weer besieling geput. Het Eiefondse is die plaas waarop die berg staan aangekoop en op een hoge nood in 1940 in bezit geneem. Bij die geleentheid was daar zelfs nog een paar oud-strijders wat aan die slag van 59 jaar geleden deelgenomen had. Volksgenoten het rondom die hoogste piek saamgetrek, waarna die strijdsymbool gehuis is. Intussen neem die Europese worstelstrijd in felheid toe. Die Afrikaner en vooral die ondersteuners van die Osawa brandwag het heimelijk en soms openlijk die Duitse zaak gesteund. Zo is daar saans wederrechtelijk ingeschakeld op die Duitse nieuwsdienst Radio Sese, waarover ook verscheiden Afrikaners bijdragen vanuit Duitsland geleverd. Ja, dit was nou mijn eerste ervaring toen ik hier in die centrale gevangenis beland en daar nou sit en wag vir die toekoms. Toe word by my aangemeld, daar is 'n oom wat my wil spreek. Ek moes toe uit my sel gaan na die voordeur van die gevangenis en daar staan nou die oom en hy kyk my so en hy tel sy pinkie so op en hy wys dit vir my so. En hy was in sy middellid af. Hy sê vir my, jy is skuld aan hierdie pinkie. Dan sê ek van nee oom, ons het net gepraat, ons het nie geskiet nie. Maar toe staan sy dochter daarby en sy vertel my toe nou die story. En dit was nou vir my interessant. Want ons het geen idee gehad of die mense ooit na ons luister in Suid-Afrika nie. Of waar en hoe hulle na ons luister. Nou vertel sy nou dat hier in West-Transvaal, in die bosveld, het daar een radioapparaat boe die boom vastgesit. En die mense het van einde en ver gekom om die tyd wanneer ons uitsaai. En daar nou gesit en wacht tot laat Sesin met sy program begin. Onder andere het die oom sy ou klapstoeltjie saamgevat waar hulle nou gerieflik op sit. En aan die begin van die sending het ons, in plaas van te sê, die Duitsers het weer 20 of 10 of 11 Engelse skepe gesink, het iemand van die radio, het het vroeg voor die uitbreek van die oorlog recht gekry, om die ou klok van Lloyd van Londen te steel en na Duitsland toe te neem. En die klok is gebruik wanneer een skip sink. En ons het toe altijd dramatisch ding ding, al die klok gelei vir elke skip wat gesink het, en dan tel hulle nou hier oorkant opgewonde. En die ou oom het ook getel en getel, en dan kom daar wat een keer so
sê maar so, een bleekte oor die sender. Of hulle kon geraas en hulle kan nie hoor, nee. Hy ruk sy stoel nader, val af, maar luister aan weer, nee. En toe die sending klaar is, het was seker een uur daarna, toe sê die man wat langzaam sit, oom, is dit nie jou puntjie wat daar op die grond lê? Duitslandse sukses in Europa het die Smutse regering genoop om nog net meer noodregulasies in te stel. Soos in 1914 word alle wapens ingevorder. Ook die Home Guards en waarheidsridders word ingestel om aan die owerhede verslag te doen oor die bedrywighede van anti-oorlogsgesindes. Ek was een van die eerste manne, ek was die politie aan die speerdienst verbonden in Pretoria. Een morgen roep my, hoof my en sê vir my, gaan sien meneer Swanson Sunnyside. Gaan sien hem toe daar, toe is hy een van die uitgewekenes uit Duitsland. Hy is nog nie lang hier nie, hy het nog nie eens burgerskap nie. En hy sê vir my, is een man wat ons moet arresteer, want die man het een nazi. Hy lees net nazi-korante. Ek sê maar, ons het nie een nazi-korante hier in die land nie. Hy sê nie, dis Paper the Transvaller. Ready for service anywhere in Africa, our volunteer army rallies to the colors. In diezelfde geest wordt bepaald dat alle stadsraden en dorpen een middag bidpauze zal instellen om die oorlogspoging te steunen. Weer eens wordt die weerstand uit OB-gelederen hierdoor verscherpt. Anticipating another disturbance during Cape Town's noon pause, a large detachment of policemen and special constables marched to Adderley Street. Again, the pause is broken. And after the 2 minute silence, the crowd gives vent to its indignation. But the police form a cordon and manage to hold them back. It looks as though the crowd are pretty well in hand when a young fellow slips through. He makes a beeline for the man who disregarded the 2 minute silence. We hope for the sake of the good name of South Africa that Cape Town will witness no more incidents of this nature. Ons het geglo aan al die mense wat teen die oorlogspoging was, wat nie vir neutraliteit was, het geglo na die eerste klompie oorwinnings wat die Duitse leer behaal het, geglo dat Hitler gaan die oorlog wen. En ons het nog nooit, ons Afrikaner volk het nog nooit teen die Duitse volk gevecht. En die Duitse volk het nog nooit teen ons volk gevecht. Ons het nog altijd teen die Britse Rijk gevecht. En ons vrouwen het in Britse concentratiekampen gesterf. Met die een Duitse oorwinning na die ander, het die Suid-Afrikaanse toetrede tot die oorlog al hoe meer sinneloos voorgekom. Dit was ook juist in die tijd dat Suid-Afrikaanse troepen voor die eerste keer actief in Oost-Afrika aangewend word. Verskeie volksbetogings is in die winter van 1940 gehou om die regering te oortuig dat hulle moet onttrek. Die bekendste protesoptocht teen die oorlog het op saterdag 22 juni 1940 plaasgevind, toe 10.000 vroue in voortrekkerdrag deur die strate van Pretoria gemarcheer het na die Uniegebou om 'n protesnota af te lewer. Daarna het die vroue vredesbeweging 'n petisie van 150.000 naamtekeninge aan die parlement aangebied. Dit was die gebruik destijds om bioscoopvertonings af te sluiten met die Engelse volkslied. En van bioscoopgangers is verwacht om op aandacht te staan terwijl die lied gespeeld wordt. Partijlede van die Oswald Brandwag het doelbewust hierdie geleenthede gebruik om confrontatie te veroorzaak deur uit te loop.
Ja, die nieuwe formatie heeft ons natuurlijk geoefend om nou, als daar een indringing van buiten een zaal komt, om die mensen buitenkant te houden. Nou, zoals je kan zien, die wachten hebben altijd uniform aangehad en ons heeft een brede leergordel gedragen. En dan het ons in een cirkel gestaan, in de vorm van een wiel. En jij bent je linkerhand aan die gordel gevat van die man voor jou. En ons het na bij elkaar gestaan. Je hand was trek. In andere woorden, was een gesloten formatie. En ons heeft natuurlijk knuppels gehad. Dus het is gewoonlijk maar een rubber teenslang wat gelaai was met zand. En twee houtpropjes in en een leerband om je hand. En die heb je natuurlijk, als daar een moeilijkheid komt, ons niet gewoon gedraaid, ons toen hier bij ons broek ingedraaid. Maar als daar moeilijkheid komt, dan wordt hij uitgehaald en dan wordt die man voor je vastgehouden. En nou is ons in de binnenkant van die zaal. En nou als die man van buitenkant af probeert indring, dan draai die wiel binnenkant. Ons loopt al in de rondte. Met andere woorden, je hebt altijd een nieuwe man voor die deur. En je beschermt die man voor jou, zijn rug en zijn zij, want jij slaat van achter. En nou als die man voor je bijvoorbeeld een zeer krijgt, die hou van buiten, dan wordt hij in die binnenkant van die wiel gegooid en dan grijpt hij die man voor jou vast. Sedert die einde van die oorlog is daar reeds baie bespiegel of die Ossewa brandwag in contact met Duitsland was. Na bewering was die beweging met die Duitse consulaat in Lorenzo Marx in radioverbinding. Ons het die destijdse adjudant van die commandant-generaal gevra of dit waar was. Ja. Kijk, dat nou, ik vind het, voor mij om nou te zeggen, dat was niet schakeling, dat nou zo bij simpel geweest. Want ons was in een oorlogssituatie geweest met baie gevaarlijke omstandigheden. Van leibrands wat op ons afgegooid is en ander goed, verstaan, en internerings. En daar was Duitse agenten wat geopereerd het en wat onder die dekmantel van of vrienden van die Ossewa brandwag beweeg het. Ja, ons het bij uitstek Brixen gekies omdat die politiezender was op Brixen, aangrenzend aan Brixen. Nou, die richtingszenders, richtingszoekers destijds was nog niet zo goed niet. Hij kon maar binnen enkele mailen destijds vaststel waar een zender mogelijk was. Nou, ons had ons zender zo degelijk georganiseerd, niet alleen die klank van die seinen was diezelfde, ook zelfs die manier van sein was door ons deskundige zo geoefend dat mens kon niet een verschil horen met die politiezender niet. Dan had ons die politiezender lang dopgehouden. Ook die kantoor daar waar ons kon inkijken. En ze had precies die routine gekend. Dat hij zeg maar 8:30 gaat hij koffie maken. Dan komt ons in. En omdat ons ook vastgesteld dat hij ook codeberichten uitstuurt, kon niemand wat zenders zoekt op die gedachte komen dat het ons was. Hij had ook nooit gemerkt. Ongeveer september 1940 had daar aan elke OB-commando in Transvaal opdracht uitgegaan om een speciale afdeling te stichten wat als aparte eenheid binnen die OB zou functioneren. Die stichting van die stormjaars, zoals hulle bekend zou staan, moet gezien worden in die licht van genoemde confrontaties met loyaalgezindes en die regeringse onderdrukkingsmaatregels. Die wervingsactie het goed gevorderd in Transvaal en die Vrystaat. Maar die Kaaplandse OB was deurgaans wantrouwig teenoor die stormjaars. Dr. van Rensburg sou later verklaar dat die beweging die suurdeeg van activisme in die OB was. Hulle sou so half in, half uit die Ossewa brandwag staan, parallel met en verbonde aan. Almal is lede van die Ossewa brandwag, maar hulle is die puikeenhede van die hele boel. Strenger, meer militaire discipline. En ek kan onthou hoe ek ingesweer is, ek is daar net by die kandel was in die Bloekombos, was ek aangesel om denk 18 of 19 die aand te wees. En toe kom daar manne met maskers aan, eindelijk, lang gewaad, eindelijk soos Mohammedaan gekleed. Maar ek kon
En sy lichaamsbeeld kon ek herken dat dit is Johannes van der Walt, want en sy stem ook. En toen die leraar hulle neem my toe naar haar plek toe in die bos, in die Blikkombos, en daar leid toe een kerel sy, op die grond vastgebind, sy handen en sy voeten leid, kreeg en gee my een revolver, en sy skiet hierdie volksverraaier. Toe trek ek die skoot af van sy kop, maar gelukkig was die pistool nie gelaai nie. Dit was die methode om jou te toets of jy die burger jou pype het. Er zijn drie groepen in die SJS geweest. Die een was die gewone SJS waarvan ek officier was. En die ander een is die productieafdeling geweest. Dit is die mensen wat die ammunitie goed gemaakt het. En die volgende ene was wat noemde de terreurafdeling. Wat nou te veel gepraat dan hij een pak slagen gekregen zien. Zo'n bok of zo doorgeloop zien. Nou ja, dat de oorlog er gebeurt. Die beweging het nou uit de andere oort druk begin ervaar. Namelijk van die herenigde nationale partij. Jarenlang was die partij die alleendraer van die Afrikaner nationalisme. En nu wordt zij aanzien bedreigd door zijn zwak positie in die parlement aan die ene kant en die schouwspelachtige groei van die OB aan die andere kant. Onmin moest komen en het het ook. Aanvankelijk is die dreigende breuk probeer heel door die Kraddock-ooreenkomst op 30 oktober 1940. Die partij zal die Afrikanerszaak op die politieke terrein aanvaar, terwijl die OB als brede culturele volksfront zou optreden. Die leiderschap van die OB het ook nou in die gedrang gekomen. Kolonel J.C. Laas, organisatiepatroon en onorthodoxe optreden, het net niet meer gepast bij een beweging wat letterlijk uit zijn naden gebarsten. Die vraag was net, wie zou die leisels oorneem van een waar wat blijkbaar zonder beheer tegen een afdraande voortsnel. De keuze het uiteindelijk geval op die dynamische jonge administrateur van die Vrijstaat, Dr. Hans van Rensburg. Bij een geestdriftige bijeenkomst op Kroonstad is Dr. van Rensburg ingesweerd. In baie opzichten zou die geleerdheid die kroonspan op zijn openbare loopbaan. Onder andere ook als secretaris van Justitie onder generaal Smuts. Daar het toe al reeds beweringen ontstaan dat Hans van Rensburg reeds sedert die beweging zou ontstaan, zijn invloed op die Ossewa-brandwag laat geld het. Dr. van Rensburg was in een moeilijke positie als element in die Oswald brandwag geweest wat niet ten gunste van die stormjaars was. En toch het eigen gevoel, hij gaat hulle niet wegstoot nie, want stoot je hulle weg, hulle sal aangaan. Verstaan? En wat er beheer is daar dan? Hij het gesê dat hij wil nie herhaling hê van 1914. Sy rebellie. Waar binnen 3 maanden die rebellie platgeslaan is en die regering gemaakt het wat hij wil voor de rest van die oorlog. En Oda was sterk geloof geweest dat die Duitsers gaan winnen. In december 1940 het een schooldochter Elsa Nel die volkse verbeelding aangegryp toen zij in die gevangenis opgesluit is omdat zij geweier het om inlichting aan die politie te verschaffen. Mijn moeder wil net kijken waar wordt dat dochter in geneem. Maar niet in mijn ek is zonder ceremonie daar in die cel ingebonden. Zwaar, slot, kwark, toegesluit. En daar is ek nou vir die naweek. Maar ek kan vir sê dat ek was nooit ooit bang nie. Ek het achterna gezien weet ik, daar is zoveel gebeden voor mij opgegaan en daar soggens vroeg heb ik gewijde gezangen gehoord. Toen weet ik, mos mijn mensen, dan kan mij.
Ek staan alleen. Die naweek het omgegaan. Maandagochtend vroeg, toe kom die commandant van politie. Enige klagtes. Ek sê van my, ek het geen klagtes nie, ek wacht net vir my voortrekkerrok. My moeder het gesê, sy sal my rok vir my instuur, want ons gaan na die gelofte feest toe. Hy sê vir my, juffrou, om my te plesier, sal jy nie die rok aantrek. Goed. Net 10 minute of wat later, het hulle die sel oopgesluit, en my in die vangwaag gelaai, agterin, soos 'n gewone krimineel, en hier deur die agterdeur van die klagtekantoor deur, sonder seremonie, tas in die hand gestop, en toe daar uitkyk, dit was, kyk ek hierop, op my mense. Ek het wou bewoor raak, maar my moeder wys vir my nie. Ons huil nie voor generaal Smits nie. Hier in voortrekker weg, tot by die wonderboom met die ere wag gestaan. Ek was oorweldig. Jy weet, ek is van aard een plaasdogter. En ek is introvert, ek is en skielik al hierdie liefde, al hierdie vereering nie vir my nie, maar vir die standvastigheid wat ek openbaar het. Jy weet, ek het myself nog nooit as een heldin beskou nie. Maar ek dink die liewe Heer het my op daai tydstip van my lewe begenadig om vir die Afrikaner wat daai tyd verjaag was, wat in tonke en kampe gedruk was, vervolg is en uit hulle werk geskop is, was ek vir hulle miskien besieling gewees. Vroeg in 1941 spreek die nuwe kommandant-generaal een aantal vergaderings aan die rand toe. Terwyl hy op Springs was, die aand van 1 februari, kom daar berig dat 1000 of meer soldate die geboue van die Transvaaler en die voortrekkerpers aanval. Dokter van Rensburg en een paar groepe stormjaars het onmiddellik na die toneel vertrek. Dokter van Rensburg het eenvoudig tussen hierdie klop soldate deurgestap. Baie van hulle het om herken en gesalueer, want hy was verbonde. Hy was kolonel van een of ander regiment in Bloemfontein. En dit het vir my so duidelik gebleik dat hierdie man absoluut vreesloos was. En vir weke daarna het ons OB's dwars deur die dag daar die gebouw opgepas, en die soldate om dit nie afbrand nie. En net daarna natuurlijk het die Transvaaler een van die grootste aanvallers van die OB geword, en wil ons vernietig, en dit is eintlik die ironie van die hele aangeleentheid. Onder die politie wat die onluste hier voor die voortrekkerpersgebouw van destijds moes beheer, was daar baie wat nie die rooi lusie gedra het. Die politie moes daarna ook onder kritiek deurloop, omdat die onluste, volgens die loyales, te hardhandig onderdruk is. In de waarheid het later gebleik dat 'n beduidende aantal politiemanne aan die stormjaars behoort. Hierdie feit, as ook die stormjaars se toenemende optrede, sou in die toekoms 'n steeds belangriker rol speel. Op 22 juni 1941 rig Duitsland 'n aanslag teen Rusland. Aanvankelijk het gelyk na nog 'n dramatiese segetog. Maar die oorlogsgetye teen die Duitsers begin draai. En dit sou op sy beurt veroorsaak dat die geesdrif vir die Oswa brandwag gaandeweg begin taan het. 1941 sien ook die aankoms aan die Uniese Weskus van die Duits opgeleide saboteur en fanatiese nasionaal-sosialis Roby Leibrand. Sy sending Terreur. Kort na sy aankoms slaag hy daarin om onder andere die bekende Johannes van der Walt vir sy nasionaal-socialistische rebelle te werf. Een ontmoeting met Dr. Hans van Rensburg loop op 'n konfrontasie uit. Ja, soos ek gesê het, Leibrand het sy pistool uitgehaal en op die koffietafel langs hom neergesit. En, wat sy bedoeling was daarmee weet ek nie, maar heel moontlik was dit 'n vorm van om te wys, hy is daarom
Hy is daarom gewapen, nou, jy weet. En, maar wat hy nie geweet het nie, is dat daar was een hele afdeling stormjaars. Was op die plaas as Jezus laat bring vir die, want ons geweet hy kom. Dan, maar ons nie geweet met wat bedoelings nie. Kijk, want ten daai tyd het hy al pamflette in goed teen die Oswa brandwag uitgegooi. Verstaan? En nou kom hy vraag vir samenwerking. En buiten was die afdeling gewees, hulle was bewapen. En in die gang, het een van die kerels, Stormjaar Lombard, dat is nog sy naam, het in die gang gestaan, die donker gang, en daar was een glasdeur met een kantgordijntje wat in die eetkamer ingeleid het, in die sitkamer. En Lombard het daar gestaan met een 4-5 pistool. En soos Dr. van Rijsburg later gesê het, hy het ijskoud geword toe Leibrand die pistool uithaal op die tafel neersit. Want hy weet, Lombard is hier bid, en net stil gebid, dat Lombard me dit nie beskou. Jy weet, en as Lombard dit as beskou het as een dreigement vir van Rijsburg, en hy het geskiet op Leibrand, dan kan jy nie voorstel wat een gemors daar sou gewees het nie. Toe het Robie Leibrand so mal aangegaan, dat hij ook ons dienst in gevaar gesteld heeft, want hij had slapende honden wakker gemaakt. Zo had ons toen, op verzoek van dokter van Rijsburg, in Duitsland aangevraagd, wat moet ons doen? En die antwoord was nogal verbluffend, kort en zakelijk. Het had gelui, Robie Leibrand in Duitse militaire dienst. Indien hij niet met die OB samenwerkt, maar om onverantwoordelijk gedrag, ruim hem uit die weg.